Reinoud van Leeuwen, bezig met internet, houdt zich bezig onder andere met internethosting sinds het begin van de jaren 90. Heeft onder andere meegewerkt aan verschillende hacker-events in Nederland. Het is in Nederland, waaronder HIP, een van de eerste, eigenlijk de tweede geloof ik. HAL 2001, What the Hack 2005. En heeft onder andere gewerkt voor de bekende internetprovider Access for All. Werkt op dit moment voor een security company called Takamaki. Ja. Ik wil het vandaag graag hebben over security in de context van een workflow waar agile software development wordt gedaan. Dat meteen een heleboel buzzwords. Als ik te hard ga, dan moet je me even aan de rem trekken. Dan leg ik hem uit. Maar zo werkt in onze industrie tegenwoordig. Eerst een klein beetje ook waarom ik hier sta. Ik werk bij een bedrijf Takamaki.nl. Wij doen security, maar op een iets andere manier dan andere bedrijven. We doen graag assessments, we doen graag informatie over awareness. En zo moet je eigenlijk deze presentatie ook een beetje zien. Ik ga niet komen met kant-en-klare oplossingen, maar het gaat meer om bewustzijn. We moeten gaan nadenken over wat is er aan de hand, waar liggen de gevaarlijke punten, wat kunnen we eraan doen. En dat is natuurlijk eigenlijk waar security altijd over gaat. Het is mensenwerk, het zijn menselijke processen. En we kunnen een heleboel automatiseren, maar we zijn zelf de zwakste schakel, dus we moeten blijven nadenken. We doen ook dingen met ISO 27001, we kunnen certificeren, we kunnen bedrijven daarmee helpen. En eigenlijk is dat natuurlijk ook voor een heel groot deel over bedenken waar je mee bezig bent en dat duidelijk opschrijven, dat iemand daar een stempeltje op kan zetten. En dat doen we ook allemaal in een consultancy model. Goed, dat was even het commerciële stuk, dat moet er natuurlijk altijd even bij. We gaan het even hebben over de context van waar ik mijn verhaal over wil houden. Ik weet niet wat voor soort omgevingen jullie typisch werken. De soort van het beheerwerk is natuurlijk over de afgelopen 15, 20, 25 jaar een beetje aan het veranderen. Sommige dingen heb je de hypewords van de dag en andere dingen blijven natuurlijk onder de oppervlakte eigenlijk in grote lijnen hetzelfde. Maar het verhaal hier heb ik het eigenlijk over een omgeving waar een Scrum-achtig, je mag het een ander naamje geven, maar ze lijken natuurlijk allemaal erg op elkaar. Een development-omgeving, er wordt snel ontwikkeld, er gebeurt een heleboel. We hebben het vaak over iets wat we online aanbieden. Dat kan een website zijn of wat de vorige spreker natuurlijk zei, een API waar je tegenaan praat, een mailserver. Maar het praat met internet en het biedt iets. Wat tegenwoordig natuurlijk op heel veel plekken gedaan wordt of waar naartoe gewerkt wordt, is een microservice architecture. En voor wie dat niet weet, dat betekent eigenlijk dat je achter de schermen jouw serveroplossing in een heleboel kleine stukjes heb opgedeeld, die allemaal een eigen verantwoordelijkheid hebben, soms een eigen development team, een eigen release cycle. Ze kunnen, als het goed is, onafhankelijk van elkaar worden gereleased. Sommige dingen kan je natuurlijk zelf ontwikkelen in-house, andere dingen heb je misschien weer in een stuk keten, heb je ergens aan de achterkant, maar het zijn allemaal kleine losse componentjes. Dat zit dan vaak, tegenwoordig natuurlijk, wordt dat gehost in een containerachtige oplossing. Tegenwoordig is natuurlijk de standaardnaam is Docker. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Het kunnen natuurlijk ook. Er zijn een aantal dingen, maar het belangrijkste is: het zijn kleine units die je makkelijk snel kunt deployen, makkelijk heen en weer kunt releasen. En daar zit dan ook een scheduler omheen. Kubernetes is natuurlijk momenteel het populairste. Maar ook daarvoor zijn een aantal variaties. Nomad is wat simpeler, Mesos is wat ouder, maar ze lijken allemaal redelijk op elkaar. Wat daar een belangrijk onderdeel natuurlijk van is continuous integration. Het hele development stuk, alle technische stappen zijn voor een heel groot deel geautomatiseerd. Leg ik zo even wat uitgebreider uit. En eventueel continuous deployment. Als je voldoende vertrouwen hebt in je hele continuous integration stuk van ik bouw software, ik laat het automatisch testen. Mijn testsuite is voldoende volwassen genoeg dat ik zeg, als er wat mee is of het doet het niet, dan zie ik dat. Dan kun je zeggen, ik ga naar continuous deployment en dan gaan dus hele snelle release cycles. Dus wat je dan hebt, dan wordt je organisatie heel erg agile. Dat is natuurlijk ook een woord waar een hoop managers helemaal opgewonden van worden. Maar waar het in de praktijk voor ons gewone nerds op neerkomt, is de boel is continu aan het rollen. Je hebt een heleboel releases per week.
Waar we natuurlijk vroeger in het klassieke watervalmodel dat wel eens hadden over 1 of 2 releases per jaar, hebben we het in een beetje serieuze development omgeving tegenwoordig over 100 releases per week. En dat is wel even iets waar je aan moet wennen. Het tempo is wat anders, er veranderen continu stukken. En het voordeel van een heleboel kleine releases per week is natuurlijk, de veranderingen zijn heel klein, dus we hebben niet meer de enorme grote hoofdpijnrelease waar we 2 weken lang voor moeten voorbereiden en een heel weekend voor vrij moeten nemen. Nee, in principe is zo'n ding 5 minuten werk en dat gaat ook regelmatig fout. Nou, dat is geen probleem als je hele monitoring op orde hebt of je helpdesk begint heel hard te gillen van de boel is plat. Dan moet je nog wel wat doen. Maar dan kan je heel makkelijk zeggen, oh, ik ga terug van versie 1.2 naar versie 1.1. En dan heb je niet een heel groot probleem. En als je inderdaad die microservices architecture hebt, dan kun je een heleboel van die componentjes kun je apart van elkaar releasen. Dus dat hoort elkaar allemaal niet te bijten. Dat doet natuurlijk in de praktijk wel eens, maar als het kapot gaat, en het gaat kapot, zorg dan dat je klaar bent om het ook weer te repareren. Nou, hoe werkt het dan? Een beetje vanuit het gebruikersperspectief, het programmeursperspectief. De programmeurs zijn natuurlijk eigenlijk de gebruikers van de infrastructuur die in DevOps gebouwd heeft. Zo'n programmeur die schrijft een stuk source code. Vaak zit daar natuurlijk nog een heel businessproces achter. Iemand heeft een user story gemaakt, daar moet van alles in. De programmeur bouwt dat en dat kan zo klein zijn als nou het knopje moet nu ronde hoekjes krijgen in plaats van rechte hoekjes. Maar het kan ook zijn, we willen een heel stuk nieuwe functionaliteit willen we uitrollen. Op een gegeven moment is het allemaal klaar. Hij heeft dat lokaal allemaal getest, ziet er goed uit. En dat wordt gecommit en dat wordt gestuurd naar de source code repository. Nou, de standaard is tegenwoordig Git. We zijn gelukkig van dingen als CVS en zo af. Ja, ik voel nog wat hoofdpijn hier en daar. Om nog maar niet te hebben over RCS. Maar we hebben gelukkig tegenwoordig een oplossing die een heleboel problemen uit het verleden oplost. Git heeft natuurlijk over het algemeen, of het nou GitHub of GitLab is, dat maakt allemaal niet zo uit. Je hebt een centrale repository en daar stuur je jouw veranderingen heen. En dat kan een commit zijn of een branch. Op het moment dat het daar aankomt, dan wordt jouw continuous integration wordt automatisch getriggerd. Een aantal van die systemen hebben dat bijvoorbeeld ingebouwd. In GitLab zit dat heel mooi geïntegreerd. In GitHub kan je zeggen, nou, ik heb op mijn repository configureer ik een webhook. En dat wil eigenlijk zeggen dat zodra daar iets gepusht wordt, dat hij een berichtje stuurt naar bijvoorbeeld jouw Jenkins server. Jenkins is een systeem om dingen te bouwen en te testen. Die krijgt een berichtje van, hey, er is wat nieuws, wat wil je ermee? Nou, die continuous integration die zegt, nou, ik vind het wel interessant, ik ga dat uitchecken. Op dat moment ga ik alle dependencies die nodig zijn, ga ik eens eventjes bij elkaar harken. En een beetje afhankelijk van hoe je nou de omgeving hebt opgezet, kan dat zijn van, nou, ik heb allemaal interne repositories, ik ben helemaal niet afhankelijk van externe dingen die dan kunnen zijn. Maar het kan ook zijn dat jij zegt, nou, ik haal een heleboel modules van een PyPy af, als het Python-modules zijn. Misschien moet ik allemaal Ubuntu of Red Hat packages moet ik downloaden. Ik zorg in ieder geval dat ik die allemaal bij elkaar heb. Een beetje afhankelijk van hoe de omgeving opgezet is, maakt hij misschien nog een eigen omgeving daarvoor. Maakt hij helemaal vers klaar, dat je het heel mooi herhaalbaar hebt. Op dat moment wordt die code wordt gebouwd, gecompileerd, in elkaar gezet. Ook dat hangt natuurlijk weer erg af van wat je aan het bouwen bent. In een gescripte omgeving, als het iets van een Python is, dan hoeft er niet heel veel te gebeuren. Maar als het een Java of een Scala applicatie is, dan zit er natuurlijk nog een hele beeldstap omheen. En dan begint het eigenlijk pas. Dan, als je het goed doet, dan wordt er op dat moment een heleboel getest. En je begint op het niveau van unit tests. En dat wil eigenlijk zeggen, nou, elke module in software die ik heb gebouwd, die beschouw ik even als een black box en ik ga ze op alle knoppen drukken. En ik verwacht dat als ik op deze knop druk, dat er een lampje gaat branden. En als ik op die knop druk, dat er iets anders gebeurt. Nou, dat is helemaal eigenlijk de specificaties van de module die ik heb ontworpen. Als het allemaal lukt, als het niet lukt, dan komt er uiteraard wel ergens een berichtje terecht bij de programmeur van, nou, ga je huiswerk nog eens even doen. Maar we gaan even van de happy flow uit. Dus we gaan ervan uit, het lukt allemaal, prima. Dan is de volgende stap, nou, laten we eens wat artefacten gaan bouwen. En dat kunnen zijn
packages, binaries, het kunnen zijn containers, het kunnen misschien hele machine-images zijn. Maar er komt een artefact uit en het is heel prettig als je binnen je organisatie hebt afgesproken, nou, laten we standaardiseren op één formaat artefact, hè, bijvoorbeeld een Red Hat package of bijvoorbeeld een Docker image, want dan weet je in ieder geval, we doen het allemaal hetzelfde. Dat biedt een hoop voordelen. Het scheelt gedoe. Dan is het heel prettig als je ergens een centrale repository hebt binnen je organisatie voor alles wat je gebouwd hebt. Dat kan een Nexus zijn, dat kan een Ubuntu repository zijn, dat kan een Docker registry zijn. Maar daar zorg je dat al die artefacten die gebouwd zijn en die door de unit test heen gekomen zijn, dat die daar worden geüpload. En is het wel prettig als je dan ook weet wat er staat. Dus die dingen moeten wel een versienummertje hebben. Misschien nog wat informatie over welk programmeursteam heeft dit eigenlijk gebouwd. Als je in een grote omgeving zit met 15 verschillende programmeurteams, dan weet jij misschien niet meer helemaal de user service. Zat die nou bij het trading team of bij het user experience team? Het is prettig als je dat aan de buitenkant ergens kan zien door bijvoorbeeld metadata. Misschien kan je daar nog informatie op zetten van wat ik zei, de versienummer. Misschien een korte omschrijving, wie is ervoor verantwoordelijk. Misschien wil ik een beetje informatie hoe ik die mensen kan bereiken. Misschien een e-mailadres, misschien een Slack-kanaal, weet ik veel wat. Maar dat hoort allemaal wel op zo'n artefact te zitten. Dan zijn we natuurlijk nog niet, want we hebben dat ding nu alleen maar op zichzelf getest. Dus het volgende is, ik wil dat artefact ergens gaan deployen. Nog niet de productie, maar in een omgeving waar ik alles kapot mag maken. En dan ga ik eens kijken met een integratietest van, doet eigenlijk alles het nog wel? Want als ik zeg, ik heb mijn authenticatieservice opnieuw gebouwd, als die opeens een heel ander interface heeft, dan wil misschien mijn webfrontend er helemaal niet meer mee praten. Dan gaat het op dat moment kapot. Dan wil je toch niet op productie hebben? Dus je deployt het op een niet-productie-environment. Of je die nou test of integratie of QA noemt, dat maakt allemaal niet zo uit. Het is ook heel prettig als die omgeving uiteraard zoveel mogelijk lijkt op wat je normaal in productie doet. En dan zeg je, ik ga integratietest doen. Werkt het eigenlijk nog allemaal? Dus als ik helemaal aan het begin zeg, ik begin met een webrequest van maak een user aan. Gaat dat door de frontend? Het gaat door de middleware? Het moet misschien praten met de authenticatieservice en uiteindelijk komt het in de database terecht. Dan kan ik testen, als ik hier een vormpje submit, komt dan uiteindelijk een record in mijn database terecht. Verder wil ik natuurlijk ook regressietests gaan doen. Ik heb in het verleden een aantal bugs gehad. Als het goed is, zitten die allemaal ook in mijn testsuite. En ik kan eens kijken, mijn nieuwe release, heb ik niet toevallig een oude bug weer terug? Dat zou natuurlijk heel slordig zijn. Dus je wil die regressietest doen. En wat je ook graag wil doen, is een performance test. En wat dan? Daar gaat het eigenlijk niet zozeer om de absolute performance, maar meer om de relatieve performance. Op het moment dat jij zegt, ik heb een nieuwe release en die is opeens 10% langzamer dan mijn vorige release, dan zou het best wel eens kunnen dat je een probleem gaat hebben als je die op je productie gaat deployen. Dus daar wil je wel wat cijfers van. Ook dat zit allemaal ingebouwd in de meeste CI-omgevingen. Die kunnen daar keurige rapportjes en grafiekjes van maken. Wat je ook graag wil, is een stresstest. En nou begint het inderdaad interessant te worden. Wat gebeurt er eigenlijk als ik dit component, als ik echt hard tegenaan ga duwen? Kijk, als ik er één request per seconde tegenaan ga praten, dan gaat het natuurlijk altijd wel goed. Maar wat gebeurt er nou bij 100 per seconde of 1000 per seconde? Hoe ga ik zien dat component gaat kraken? En hoe gaat het dan kraken? En loopt hij dan uit zijn geheugen? Of heeft hij dan te weinig disk IO? Gaat hij stappen in mijn proces overslaan? Maar ik wil wel graag weten hoe het zit, want het kan best wel zijn dat op het moment dat ik het ding heel erg zwaar belast, dat hij qua security niet goed doet. En dat is inderdaad meteen de volgende, de security test. En dat is een stap die in de continuous integration vaak wel wordt vergeten. Maar ik kan natuurlijk gewoon een heleboel geautomatiseerde security tests op mijn componenten loslaten. Ik heb natuurlijk allemaal tooltjes die known vulnerabilities doen. Ik kan kijken, laat ik eens een tooltje doen die alle bekende SQL-injecties bijvoorbeeld probeert op mijn webfrontend. Zolang je dat kan automatiseren, is dat natuurlijk heel prettig, want dan hoef je er niet meer over na te denken. Stel, door al die testen komt jouw
jouw component heen. Dan zeg je, nou, dat is prima. En dan ga ik hem taggen van, nou, deze is klaar voor productie. Dat kan zijn in de bestaande repository. Je kan ook zeggen, ik heb een aparte repository voor mijn QA-artefacten. En als ze daar doorheen komen, dan upload ik ze naar mijn speciale productie-ready repository. En als je continuous deployment aan hebt staan, dan kan je zeggen, nou, op het moment dat hij hier allemaal doorheen komt, dan mag die automatisch live. Nou, dat is een beetje in het kort de workflow van hoe het in een agile software omgeving gaat. En omdat je dat allemaal geautomatiseerd hebt, draait dat vaak. Dit kan een paar minuten tot misschien wel een uur duren, afhankelijk van hoe uitgebreid je het bouwt. En meestal bouw je het zo dat dit gewoon een heleboel instanties tegelijk aan het draaien is. Want je hebt verschillende programmeursteams en in een team zitten ook verschillende programmeurs. Die hebben allemaal hun kleine story. En eigenlijk wil je dat elke commit die je uploadt naar je Git repository, dat die deze hele straat doorloopt. Want dan weet je altijd van, nou, dit is in ieder geval niet een verandering die iets kapot maakt. Maar daar komt nogal wat bij kijken. Want zoals de vorige spreker ook zei, we zijn natuurlijk het liefst bouwen we alles op basis van een hoop open source componenten. We includen allemaal libraries. Maar we hebben ook nog een heleboel andere dingen waar we van afhankelijk zijn. Kijk, want we hebben dingen zoals de operating system packages. Op het moment dat jij een server installeert, dan ben je er nog niet. Want vaak moeten toch een heleboel packages worden geïnstalleerd. Je moet een SSH-server, je moet vaak een mail-server. Je hebt allemaal andere dingen. Die zitten vaak allemaal, is dat onderdeel van jouw code. En behalve je eigen code die je schrijft, waarvan je al hoopt dat je programmeurs slim genoeg zijn om er niet al te veel bugs in te stoppen, zitten daar bijvoorbeeld ook allemaal dependencies in van libraries die jij include. En als beheerder weet je natuurlijk bij God niet wat die programmeurs nu weer allemaal geïnclude hebben. En of dat niet een hele vroege alpha 0.1 versie is, waar nog van alles mis mee is. Ja, ik hoor instemmend gekniek. Ja, het zijn altijd... Het zijn, ja, in, ja, inderdaad, ja. If it compiles, ship it. Maar goed, verder heb je natuurlijk, als je je zaken op orde hebt, heb je binnen je organisatie heb je het liefst een heleboel mirrors van externe repositories voor je packages. Hè. Misschien heb je een lokale Ubuntu repository, een lokale Red Hat repository. Daar moet je natuurlijk ook eens kijken van, nou, hoe zit het daar? Want die vulnerabilities die misschien ontdekt worden, zitten dus ook in jouw interne systemen. Dus behalve de source code heb je natuurlijk ook de packages die al zelf op jouw repository staan, die misschien in het verleden gebouwd zijn, waar nog een bug in zat, waar je ook op moet opletten. Maar daarnaast heb je al die artefacten die we net hebben gebouwd. En dat kunnen container images zijn, je Dockerfiles, of machine images. Als je bijvoorbeeld een OpenStack of zo draait, dan zijn dat images waar eigenlijk een kant-en-klaar OS op staat. Heb je helemaal kant-en-klaar gebakken, vaak ook al voor een stuk geconfigureerd, dat die heel snel kan booten. Want hoe meer provisioning je van tevoren hebt gedaan, des te sneller kan het ding kan live. Maar ook dat ding, dat staat ergens op een interne repository op een server in jouw bedrijf. En daar kan ook best wel een vulnerability in zitten. Dus het zijn allemaal dingen die je in de gaten moet houden. Het is niet meer zo dat we zeggen, nou, we hebben alleen maar de server waar we op moeten letten en die moet gepatcht zijn en dan zijn we er. Want eigenlijk zijn deze dingen zijn allemaal tijdbommen. Die kunnen best wel nog problemen uit het verleden hebben. En als jij je server gepatcht hebt en je zet er een package op wat een week geleden gebouwd is, waar een nog niet gepatchte library in zit, dan heb je alsnog een probleem. Ondanks het feit dat jij als beheerder je server op orde hebt, ondanks het feit dat je programmeurs geen eigen security bugs gemaakt hebben. Dus het gaat erom dat je je bewust bent van het feit, al die afhankelijkheden, die bouw je zelf in. Nou, hoe werkt nou een beetje zo'n Docker-container? Ik heb het even heel kort gedaan. Vaak worden die gebouwd uit een Docker-file. En zo'n Docker-file die begint daar linksboven. Die zegt, nou, begin met een basis-image, bijvoorbeeld een Ubuntu 18. Dat is de eerste layer. En in het plaatje rechts zie je, dat is een vrij dikke layer, want daar zit eigenlijk al een heleboel in. Er zit een compleet operatiesysteem in, met alles erop en eraan. En dan zeg je, nou, kopieer eens mijn applicatiedirectory uit mijn eigen source code daarbovenop. Nou, dan heb ik een laagje daarbovenop.
En dan zeg ik, doe daar eens een make van en bouw die applicatie. Nou, dan wordt er van alles geconfigureerd, er wordt van alles gecompileerd en er wordt gebouwd. Maar wat je uiteindelijk krijgt is een Docker image wat bestaat uit een aantal lagen. Nou, die bovenste twee lagen met app, dat zijn de lagen die je zelf hebt gebouwd. Maar die Ubuntu laag, dat is dus de complete Ubuntu. En daar kunnen dus al die vulnerabilities in zitten als je niet oppast. Wat je ook kan doen als je een stapje verder bent, is zeggen, nou, ik ga dat wat slimmer doen. Je kunt in Docker ook zeggen, ik maak een multi-stage build. En wat is dan het prettige? Op het moment dat je zegt voor bijvoorbeeld een Go-applicatie, zeg je nou, ik begin met een Golang 1.11 image. Die is al wat kleiner dan een complete Ubuntu. En die geef ik even een naampje. Dan zeg ik, haal er eens een heleboel dependencies op binnen. Maak er een hele bouwomgeving klaar. En bouw dan mijn project. Nou, dat betekent dat ik hier zeg, ik heb een image waar een hele bouwomgeving in zit. En die hebben natuurlijk tijdens runtime helemaal niet nodig. En sterker nog, die wil je ook helemaal niet. Want waarom zou je graag willen dat op jouw productieserver aan de buitenkant een hele compiler-omgeving binnen zit met allemaal libraries om dingen te bouwen? Dat is eigenlijk alsof je tegen een hacker zegt van nou, goedemiddag, gaat u lekker zitten, wat wilt u drinken? Want je geeft hem een gespreid bedje. Dus die wil je er eigenlijk uit hebben. Dus wat kun je dan tegenwoordig doen in de laatste versies van Docker? Dan zeg je nou, als ik het ding helemaal gebouwd heb, dan zeg ik begin even met een nieuwe image. En zo klein mogelijke, een heel dun laagje waar alleen maar de bare essentials in zitten. En dan alles wat ik hier gebouwd heb en waar mijn binary in zit. Go heeft het prettige eigenschap dat er eigenlijk één statically linked binary uitkomt. Zeg ik, alleen dat dingetje wil ik kopiëren naar mijn nieuwe. En dat is heel prettig, want dat betekent, hij wordt kleiner. En ik heb hier alleen maar de basisfunctionaliteit die ik nodig heb. En daarbovenop heb ik alleen maar het resultaat van mijn build. Zonder dat ik die hele bouwomgeving daar nodig heb. Dus het is wel belangrijk om er even goed over na te denken. Want bijna alle voorbeelden die je ziet, die beginnen eigenlijk op de eerste manier. Van nou, begin met iets en bouw er een aantal lagen bovenop. En dit is ook intern hoe die Docker-images werken. Op het moment dat jij een Docker-image downloadt, dan zie je heel vaak van nou, ik ben een laag aan het downloaden en een laag aan het downloaden. En dan gaat hij ze allemaal stapelen. Het is een soort copy-on-write systeem, al die lagen die worden bovenop elkaar gestapeld. Maar hoe kleiner je ze maakt, des te prettiger is het. En dan heb je dus ook meteen een aantal van de best practices. Haal alles eruit wat je niet nodig hebt. Die compiler wil je helemaal niet hebben op jouw productieomgeving. Die mag heerlijk aan de achterkant zitten in jouw continuous integration omgeving. Die mag zitten op de laptop van elke developer, maar vooral niet op mijn server. Want hoe minder erin zit, des te minder is er om te misbruiken. Het is natuurlijk duidelijk, op het moment dat jij zegt, ik heb een programma van 100 regels, zitten er minder bugs in dan een programma van 10.000 regels. Nou, dat geldt ook voor je server. Maar behalve security biedt het nog een aantal andere goede voordelen. Die dingen worden veel makkelijker om even rond te duwen. In zo'n geschedulde omgeving, daar kan je zeggen, nou, ik heb van mijn componentje wil ik graag redundant hebben, van mijn webfrontend wil ik 20 instanties draaien. Dat betekent dat op 20 verschillende plekken dat image moet worden gedownload, het moet worden geboot, het neemt geheugen in, het neemt diskruimte in. Dus hoe kleiner je hem maakt, des te sneller wordt het om alles rond te schuiven, om te upgraden, om te booten. En het kost je ook gewoon minder resources. Want als jij bij een commerciële cloud provider werkt, met een commerciële cloud provider werkt, dan elke CPU-tik en elke byte geheugen kost uiteindelijk geld. Dus het wordt alleen maar beter. Zorg er ook voor dat je in die images geen gevoelige gegevens hebt opgeslagen. En ook daarvoor geldt, bedenk even hoe het goed kan. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, nou, ik heb een makefile en ik roep iets aan en dan configureer ik mijn webfrontendje en er staat ergens in van, nou, dit is de username en het password van de database service waar ik straks mee moet praten. Maar dat betekent als iemand dat image te pakken weet te krijgen, dat daar hardcoded in staat hoe die met die database moet praten. Daar zijn gelukkig oplossingen voor. Je hebt in veel cloud-omgevingen heb je ook goede oplossingen voor secret management. Dat je kan zeggen, op het moment dat ik zo'n image boot, dan krijgt hij een one-time token. En met dat token kan hij naar de wachtwoordservice kan hij opvragen van, nou, geef mij nou eens een authenticatie om met de database te praten.
dan zit het niet op disk in dat image, maar hij vraagt het tijdens runtime. En je hebt ze zelf, als je HashiCorp Vault gebruikt, je kan het zelf zo maken dat je zegt, nou, maak voor mij maar eens eventjes een account aan op de database en ruim dat na een half uur maar weer op. En als ik het zelf niet meer kan inloggen, dan vraag ik het wel opnieuw. En dat is heel prettig, want als iemand dan jouw frontend hackt en die weet toch achter dat wachtwoord te komen door misschien het geheugen te dumpen of iets dergelijks, dan heeft hij een wachtwoord en na een half uur werkt het dan niet meer. Maar het allerbelangrijkste is, zorg dat die dingen er niet in zitten. Geen keys hardcode, geen usernames, geen password hardcode, daar zijn oplossingen voor. En een beetje afhankelijk van welke omgeving je gebruikt, werkt die allemaal een beetje anders. Maar je kan ze gewoon opvragen. Verder wil je natuurlijk dat je die hele straat automatiseert. Er moeten geen handmatige stappen meer in zitten. Want alles wat je nu moet doen en wat handmatig typen kost, dat betekent dat op het moment dat jij een security incident hebt en dat je misschien zegt, ik moet heel snel upgraden of ik moet heel snel naar de vorige versie, moet je dat misschien ook even met de hand doen. Met stress, terwijl de mensen op je vingers zitten te kijken of terwijl het 3 uur 's nachts is en je je contactlenzen nog niet in hebt. Zorg dat dat allemaal geautomatiseerd is met 1 druk op de knop. En verder, zorg dat je die dingen kan herkennen. Als jouw webfrontend aan de buitenkant alleen maar een plakkertje heeft met ik ben het webfrontend, ja. Maar ja, die draait al een week. Dan denk ik toch dat het versie 1.1 is, want we hebben versie 1.2 hebben we pas gisteren gereleased. Nou, zoals ik zei, die dingen daar kun je heel vaak metadata op stoppen. Of het nou een VM is in de cloud of een container, zorg dat de informatie beschikbaar is. En dan wat ik zei, hè, dat je weet welk component het is. Het is mijn webfrontend of het is mijn authenticatie backend. Dat je er een versienummer op hebt staan, 1.1. Misschien de release datum of de bouwdatum. Misschien wil je een unieke hash van de laatste commit in jouw source code repository. Dan kan je heel makkelijk terugvinden op welk moment die precies gebouwd is en wat toen de code was. Je kan daar inderdaad contactinformatie op stoppen. Nou, op het moment dat ik een probleem heb en ik word als beheerder 's nachts word ik wakker gepiept van er is iets. Ja, ik weet niet wat die programmeurs allemaal hebben gedaan. Dus als ik zie dat er een probleem is met 1 componentje, wil ik graag meteen weten van wie dat is en hoe ik die kan bereiken in geval van nood. Er is een heleboel ruimte voor dat soort meta-informatie, maar het is heel prettig om te zeggen, nou, we spreken binnen onze organisatie een standaard af over hoe die velden eruit zien en hoe we ze vullen. En dan kan je altijd een scriptje of een database maken wat daar een hele mooie inventarisatie voor maakt. Ook daarvoor zijn natuurlijk wel tools beschikbaar, maar zorg dat je dat wel standaardiseert. Nou, dit gaat eigenlijk allemaal over Docker-containers, maar op het moment dat je zegt, ik maak virtuele machines aan in mijn cloud, gaat het vergelijkbaar. Dit is een voorbeeldje van een uitgekleed voorbeeldje van een tooltje dat heet Packer. En met Packer kan je dus ook virtual machine images bouwen. Die lijken een beetje op wat Docker doet. De taal om ze te maken is JSON. Maar je ziet ook eigenlijk hier van nou, ik begin met een Ubuntu Xenial standaard server. En daar run ik wat scriptjes op van nou, install mijn Ruby on Rails en install nog wat dingen. Nou, op het moment dat ding klaar is, dan wordt die ook in een repository gezet en kan ik heel snel zeggen, nou, ik wil van dit type virtual machine, namelijk mijn Ubuntu met mijn Ruby on Rails applicatie, wil ik er eventjes 10 lanceren. En die zijn dan helemaal geconfigureerd, de applicatie staat erop, maar ook hiervoor geldt, dit hele stuk wil ik helemaal automatisch bouwen. Ik wil hem zoveel mogelijk uitgekleed hebben. Dus je kan er ook gewoon een heleboel dingen deleten in je bouwstap, in je installscript. Maar ook hiervoor geldt weer, je maakt wel een afhankelijkheid maak je in je code. Want er zitten allemaal stukken in die niet van jou zijn. Dus stop er ook geen gevoelige informatie in, bouw ze automatisch. En het is een hele VM, dus dan kan je helemaal zeggen, nou, ik heb hier een aantal tools gewoon beschikbaar om die complete machine te security testen. En als je die beschikbaar hebt, nou, bouw ze lekker in je CI-omgeving en zorg dat dat gewoon elke keer gedaan wordt. Want het zou natuurlijk heel knullig zijn als je iets automatisch gebouwd hebt en er zit elke keer dezelfde fout in. Nou, hoe blijf je nou op de hoogte van wat er aan de hand is in de wereld? We hebben de Common Vulnerabilities en Exposures, CVE. Maar hoe dat ding volledig heet, was ik ook even vergeten. Het heet gewoon CVE's. Zorg dat je daarvan op de hoogte bent. Er zijn allemaal manieren
om die binnen te krijgen in je organisatie. Je kan ze via mail krijgen, je kan ze via RSS krijgen. Als je een chatomgeving hebt zoals Slack, dan kan je heel makkelijk in de integratie maken dat je die ergens in je kanaal krijgt. Zorg dat je die te zien krijgt, maar natuurlijk wel voor zover het op jou van toepassing is. Als jij alleen maar Juniper netwerkapparatuur krijgt, dan ben je niet heel erg geïnteresseerd in de Cisco of de Huawei dingen. Je kan dat een beetje filteren. Als je het nou heel goed opzet, dan kan je zelfs uit die dingen filteren van hey, er is iets aan de hand met een library. En misschien heb ik wel ergens op orde van ik weet in welke omgevingen deze library gebruikt wordt. En zorg dan dat je gewoon al die artefacten opnieuw bouwt. Je hebt het allemaal geautomatiseerd. Dus jij zegt nou mijn webfrontend gebruikt een of andere library in PHP waar nu een probleem mee is. Zeg je nou, ik kijk naar de source code. De dependency zegt van nou gebruik altijd de laatste en niet een specifieke versie. Nou, als ik hem dan opnieuw bouw, dan heb ik eigenlijk in 5 minuten heb ik mijn omgeving gepatcht. Nou, die gaat door mijn hele teststraat heen. Op het moment dat hij erheen komt, kan ik zeggen deploy hem. En met 1 druk op de knop kan ik eens zeggen ik heb dit security probleem opgelost. Nou, daar word ik blij van. Ik ben zelf namelijk lui, dus ik programmeer het liever 1 keer goed dan dat ik dat elke keer met de hand moet doen. De eerste keer is het leuk, maar daarna gaat het vervelen. Dus op het moment dat je zegt, ik heb die hele aanleverstraat heb ik geautomatiseerd, mijn hele CI/CD zo heel goed gezet, dan kan ik zeggen, nou vanaf de source naar deployen in productie gaat helemaal automatisch. Dus op het moment dat ik zeg, ik heb hier mijn probleem gefixt, gaat de rest vanzelf. Maar je moet dus wel een klein beetje een overzicht hebben over wat hebben we en welke afhankelijkheden zijn er allemaal. En wat ik zei, ja, vaak als DevOps heb je wel een beetje een idee van welke VM's je runt en of dat nou Red Hat of Ubuntu is. Maar die programmeurs, die hebben weer een hip praatje gezien op een congres en die hebben weer een nieuwe JSON library of een React. En het, ja, daar gebeurt van alles om over noten maar niet te spreken. Want er worden soms automatisch honderden dingen geïncluid. Nou, daar zijn een aantal oplossingen voor. En ik heb er een paar op elkaar gezet. Er zijn niet heel veel complete open source oplossingen beschikbaar. Dat is een beetje jammer. Maar een aantal hiervan zijn wel open source. Eén ding wat een leuke is een goed verhaal op reducablebuilds.org. En die vertellen jou van nou, hoe kan ik nou zorgen dat vanaf mijn source naar mijn artifact, dat er altijd exact hetzelfde uitkomt. Want dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, ik maak van mijn images en mijn dockers maak ik een MD5-sum. Dan weet ik in ieder geval dat wat daar draait, dat ik dat zelf gebouwd heb. En dat niet iemand dat per ongeluk of stiekem veranderd heeft. Je hebt zoiets als screen.com, maar ook bijvoorbeeld SonarQube. Die kunnen jouw applicaties scannen, zowel de source code als de runtime. Je hebt Trivy, die kan je containers ook checken op een aantal bekende vulnerabilities uit die lijsten. Je hebt zoiets als white source software. En die zeggen, we doen eigenlijk alles voor je. We scannen zowel je source code, als je Git repository, als je packages, als je runtime. Je hebt stackrocks.com, die scant inderdaad jouw containers. En je kan ook nog een stap verder gaan en dan zeggen, ik wil het hele behavior van mijn cloud wil ik monitoren. En dan kom je bij een tool als threadstack.com. Er zijn een paar tools. En er is er natuurlijk niet eentje die voor al jullie omgevingen gaat werken. Het belangrijkste is dat je een beetje een idee hebt van wat zijn de mogelijkheden globaal. En ongetwijfeld, vanmiddag als ik klaar ben met mijn praatje, komt er weer een tool bij wat het allemaal nog beter doet. Het belangrijkste van dit praatje is dat je weet van nou, in mijn hele omgeving, organisaties zijn groot en complex. Ik moet wel weten waar de problemen ongeveer kunnen zitten. Want het is heel makkelijk om al die vulnerabilities gewoon ongemerkt binnen te slurpen aan de achterkant. En te runnen op jouw frontend zonder dat jij er ook maar enig idee van hebt. Hoewel je jouw servers helemaal gepatcht hebt, hoewel je firewall helemaal dicht zit. Zorg er in ieder geval voor dat je zegt, ik maak mijn artifact maak ik lekker smal en dun en klein en slim. Zowel voor beheer als voor snelheid, als voor kosten, maar ook voor security. Zorg dat die hele beeldstap helemaal automatisch is. Dat is een beetje gevreubeld in het begin. En daar zit natuurlijk ook wat onderhoud aan, want ook het developmentproces wordt natuurlijk continu verbeterd. Maar
het scheelt je een heleboel werk uiteindelijk en het scheelt je vooral hoofdpijn. Want wat je natuurlijk nooit wil, is vooral die legacy-applicatie nog eens een keer updaten. Terwijl je eigenlijk met je hele team al met de 2.0-versie met hip en mooi en nieuwe dingen bezig bent. En dan heb je weer een probleempje met die oude omgeving. Dat hebben we allemaal. Dus op het moment dat je zegt, ik heb dat voor mekaar, ik kan het met één druk op de knop, kan ik dat fixen, dan gaat dat goed. Ja, en kijk gewoon naar de tools die in jouw omgeving werken. Wat ik zei, er zijn er een heleboel beschikbaar. Open source zijn er een aantal beschikbaar. Maar kijk hoe het voor jou werkt. Niet iedereen gebruikt Kubernetes, niet iedereen gebruikt Dockers. Sommige mensen gebruiken OpenStack, andere mensen gebruiken AWS. Maar kijk gewoon wat voor jou van toepassing is. Het belangrijkste is, zorg dat je het beeld hebt van waar de componenten vandaan komen die draaien in jouw omgeving. Dat was wat ik graag met jullie wilde delen. En ik vroeg me af of jullie nog vragen hadden. Op een gegeven moment had je het over dat je met Docker en bijvoorbeeld een aantal andere tools kan je dat ook, dat je aangeeft dat je de latest versie wil. Ja. En je hoort ook nog wel eens het argument dat het niet geadviseerd wordt, omdat je dan juist een niet reproduceerbare bult hebt, omdat het elke keer net iets anders is. Ja. Dus is dat... heb je daar een bepaald advies in, of hangt het gewoon meer af van hoe jouw... Nou ja, het is altijd een afweging. Want op het moment dat je ergens versies gaat pinnen, ja, moet je ze ook onderhouden altijd. Ja. Want als jij zegt, ik heb OpenSSL versie 1.10 ergens draaien, op het moment dat er een nieuwe uitkomt, dan moet je dat ergens onderhouden hebben en zeggen, nou... Kunnen we al naar versie 1.0? Meestal zeg ik nou, ik wil over het algemeen, ik wil overal de laatste, tenzij ik een reden heb om die laatste niet te gebruiken. En dan zeg ik nou, doe hem kleiner dan versie 2.1 of precies versie 2.13 of iets dergelijks. Maar het liefst zo min mogelijk. En als er problemen mee zijn, dan hoor je natuurlijk in jouw testomgeving, hoort daar ergens een belletje af te gaan van, hey, het werkt niet meer. Je hebt wel eens libraries die backwards incompatible zijn. Ik herinner me nog wat PHP-upgrades waar opeens de volgorde van sommige parameters veranderd was in functies, wat niet zo handig was. Maar over het algemeen prefereer ik de laatste te gebruiken en gewoon testen of het nog werkt. En voor een probleem dat je wel vaak hoort, dat bijvoorbeeld NPM, dat het veel voorkomt, dat er nog wel eens dat packages worden geüpload omdat de maintainer zijn key kwijt is geraakt en dat iemand het overneemt en een vulnerability erin plaatst, neem jij de laatste mee en dan ben je ook meteen de dupe daarvan. Ja, dat klopt. Daar ben je dan de dupe van. Dus daarom is het zo belangrijk, want dat komt, op een gegeven moment komt er een CVE van. En dan moet je inderdaad weten van, het is NPM, dat gebruik ik daar. Als er al een nieuwe is, dan trigger ik die build en dan heb ik het snel gefixt. Okay. Want ik ga liever niet in NPM in de source kijken. Helemaal niet wat je allemaal binnenslurpt. Ja. Dan wil ik je hartelijk bedanken. Nou, dan wens ik jullie smakelijk eten. En voor jullie de lunch.